Welkom bij Fotoklein. Ik heb hier een compact camera bij me, een edelcompact. Het is de WX300 van Sony, hun nieuwste smart camera. Nou, als we deze camera gaan bekijken, dan komen we achter een aantal unieke features. Maar laten we eerst eens spieken wat er in de verpakking zit. Keurig netjes, zoals we inmiddels weten. Een geprinte handleiding. Hartstikke mooi, leest veel lekkerder dan lezen op een beeldscherm. Iets nieuws en apart misschien, er zit een wifi connection guide in. Want dit is, wat ik net al zei, een smart camera met alle functies die daarbij horen. Nou, voor de rest zit er in de doos uiteraard de accu, die zit nu in het toestel. Een omvormer van 220 naar USB. Een polskoordje zodat de camera niet op de grond valt als die uit onze handen glipt. Een kabel naar het stopcontact en een USB kabel om de camera op de computer of op die USB omvormer aan te sluiten zodat we hem op kunnen laden. Al met al compleet geheel. Het voordeel van een accu is, waar deze camera op werkt, dat u niet onverwachts met ineens leegstaande batterijen staat. Penlights, ook oplaadbaar, hebben de neiging om snel voor verrassingen te zorgen en ineens plotsklap leeg te zijn. Lithium is veel geleidelijker en blijft veel langer vol. Vandaar dat hier een accu in zit. Nou, deze camera is super klein en super compact. Hij heeft bovenop toch een instelwiel, zodat we snel bij de belangrijkste functies kunnen komen om het een en ander handmatig in te stellen of om de camera op een van beide intelligente automaatstanden te gebruiken. Er zit uiteraard ook Sony's bekende panorama functie op, waarmee we de camera dus als het ware met één druk op de knop woep een panorama foto kunnen laten maken. Hij is wifi gecertificeerd, dat is voor de smart functies belangrijk. Hij heeft DNLA. Het is een super kleine camera en ondanks zijn super compactheid heeft hij toch niet 8 keer, nee, niet 10 keer, niet 12 keer, niet 15 keer, nee, hij heeft 20 keer zoom. Hierin zit 20 keer zoom. Dat is echt ongekend. Zoveel zoom in zo'n klein toestel. Hoe kan dat? Nou, dat komt mede weer door Sony's super compacte, maar super goede Exmoor Airbuild sensor, die altijd in alle lichtsituaties voor prachtige opnames zorgt. Dat het nou donker is of licht, uw foto's zijn scherp, ruisvrij en hartstikke detailrijk. Qua vasthouden is die lekker compact, maar hij pakt toch goed beet, omdat de lens wat meer naar de zijkant geschoven zit en ik hier een soort inkepingje heb waar mijn hand prettig op kan rusten. Het display is uiteraard voorzien van Perspex, zodat de boel een stootje kan hebben en lekker stevig is. Dit is echt zo'n klein toestelletje wat je altijd en overal bij je kan hebben in je borstzak of in het binnenzakje van je colbert. Je tovert hem tevoorschijn, je knipt je momentjes en poef, je tovert hem weer weg. En alles kan er, ook voor situaties die buiten handbereik liggen door zijn 20x zoom. Last but not least, filmen uiteraard Full HD met AVC-AD compressie, zodat ieder videobewerkingsprogramma moeiteloos overweg kan met uw filmpjes. Top, super compact, mooi dingetje.